Van orde. Ja, is van mij. Ja, dank je. Goed. Ik verzoek de griffierde getuigen al binnen te leiden. Hey, Oscar. Is dit ook van jou? Nee. Ja, die staat plaatsgebonden. Goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. En aan de orde is het openbare verhoor van de heer Ruigrok. Meneer Ruigrok, goedemiddag. Ik heet u welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. En zoals bekend doet onze commissie onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel, inclusief ook incidenten, zodat we kunnen weten wat er nou is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Ruigrok, kijken wij onder andere naar de casus van woningstichting Geertruidenberg, WSG. En dat past dan in een aantal casusposities die we onderzoeken om ons beeld van het stelsel compleet te krijgen. We hebben gelukkig ook casussen gezien, namelijk via werkbezoeken, waar het wel goed ging bij coöperaties. Maar over WSG is het nodige te doen en daarom wordt u vandaag gehoord als getuige, meneer Ruigrok. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u opstaat, even opstaat, en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat nu onder ede, meneer Ruigrok. Neemt u plaats. Ik verzoek u de microfoon aan te laten staan. Ik stel voor dat we meteen beginnen met het openbaar verhoor. Het woord is aan collega Oskam. Ja, meneer Ruigrok, goedemiddag. Fijn dat u er bent. We gaan het over WSG uit Geertruidenberg hebben. En vanochtend hebben wij met meneer Span gesproken. Ik weet niet of u het verhoor heeft gevolgd. Nee, heb ik niet gedaan. Nee. Oké. Nou, dat is soms makkelijk, want dan kunnen we daarnaar verwijzen. Maar dan zal ik u voorhouden wat er ook is besproken met de heer Span. Hij is zelf 17 jaar directeur-bestuurder geweest van WSG. En dan in april 2011 wordt u aangesteld door de Raad van Toezicht. Eerst als adviseur. Maar omdat de heer Span ontslagen wordt, wordt u al heel snel interim-bestuurder. En wij willen natuurlijk graag weten wat u aantrof bij WSG en... Ja, we weten dat er ook grote financiële problemen waren. En we willen ook graag met u praten over hoe u het heeft aangepakt om die problemen het hoofd te bieden. We beginnen met de grondaankopen. Dat was een van de dingen waarom WSG bekend is geworden. In 2009 verschijnt er een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Kent u wel, denk ik? Nee? Het heet de nieuwbouwproductie van woningcorporaties. Het belang van lokale omstandigheden. En daar komt de conclusie in te staan dat WSG uit Geertruidenberg de meeste ruwe bouwgrond in bezit heeft. En het gaat dan om 205 hectare in 12 verschillende gemeenten. En onze vraag is, hoe past zo'n grote hoeveelheid bouwgrond nou bij een woningcorporatie? Toen ik bij WSG, de eerste keer met WSG in contact kwam, u zegt terecht, toen was de vraag of ik als adviseur van WSG wilde optreden om een bijdrage te leveren aan het in kaart brengen van die grondposities, maar ook de overige projecten. En te zien of die grondposities en projecten waren af te wikkelen dan wel waren te verkopen. Er was in de zomer van 2010 door het Centraal Fonds gevraagd om een plan van aanpak te maken om die grondposities en projecten af te gaan bouwen. En daar was op dat moment, dus in maart 2011, nog niet zoveel van terechtgekomen. U zegt terecht, voordat ik überhaupt aan de slag was gegaan, bleek de heer Span in eerste instantie op non-actief gezet te zijn en later ontslagen te worden. En werd mij de vraag gesteld, wil je niet interbestuurder worden? Nou, daar moest ik even een dag over nadenken, maar het was wel duidelijk dat er veel aan de hand was. En er werd nogal enige druk op me uitgeoefend om toch maar zo snel mogelijk en fulltime daar aan de slag te gaan. Ja.
Dat gedaan hebbende ben ik in eerste instantie aan de slag gegaan met het plan van aanpak. Het plan van aanpak wat in september 2010 in eerste instantie, de eerste aanleg was gemaakt door WSG. Ja. Door projecten in kaart te brengen, gesprekken te voeren met belanghebbenden, gesprekken te voeren met gemeenten, om eens te begrijpen waar gaat het nou eigenlijk over. Want ja, naast de 205 hectare die in het algemeen maaglijke grond waren, waren er nog heel veel andere projecten ook die ook moesten worden in kaart worden gebracht. Alle punten die u noemt komen we straks uitgebreid aan bod. Daar hebben we echt specifieke vragen over. Okay. Kijken wat u daarover terug kan halen en wat u heeft gedaan. Maar eigenlijk is een heel concrete vraag. In algemene zin, is het nou normaal dat een woningcorporatie 205 hectare grond in verschillende gemeentes in bezit heeft? Een woningcorporatie met de omvang van WSG is 205 hectare wel heel erg veel grond. Ja. Want als je kijkt naar wat je daarop zou kunnen ontwikkelen, kun je zomaar 4000 woningen op ontwikkelen. En dat was de omvang van WSG. Ja, dus dan zouden ze verdubbelen. Ja. In dat geval. Nou denken wij vaak in risico's. Hè? Wat voor risico's loopt een woningcorporatie als ze investeringen doen? En het ging hier om grond, ruwe bouwgrond, waar niet altijd een woonbestemming op zat. Er zijn allerlei partijen bij, projectontwikkelaars, gemeenten, andere woningcorporaties die daar ook interesse in hebben. Welke risico's zitten er nou aan vast voor zo'n woningcorporatie om zoveel grond te kopen? Nou, het eerste risico is natuurlijk dat je heel veel geld vastlegt wat je niet meer kunt besteden aan de bouw van sociale huurwoningen. Ja. Dat is het eerste. Tweede is het risico dat er nooit een bestemmingswijziging komt. Nee. Het derde is, als er een bestemmingswijziging komt, kun je dan de prijs die je hebt betaald voor die grond, kun je die uiteindelijk goedmaken. Ja. En het derde is, het loopt heel erg lang in de tijd uit. Ja. En je kunt dus uiteindelijk na 10 of 15 jaar die prijs ook niet goedmaken. Nee. En hoe worden die gronden betaald, die aankopen? Die gronden werden betaald cash. Dus gewoon vanaf de bankrekening met geld wat geleend was van banken, geborgd door het Waveren Fonds Sociale Woningbouw. Ja, en even dan aansluiten bij dat geleende geld, daar betaal je natuurlijk rente over. Zeker. En dat gaat maar door in de tijd. Ja. En dan moet je toch op een of andere manier terugverdienen. Normaal gesproken heb je een grondexploitatie gemaakt. Zeg maar een berekening van wat heeft het me gekost aan het begin, wat ben ik allemaal aan kosten kwijt, in de tijd uitgezet. En dan kijk je of je het denkt goed te kunnen maken. Als het goed is, is dat het geval. En kun je dus uiteindelijk alle rente die je betaalt in de tussentijd weer dekken uit de opbrengsten van het plan. Ja. Nou, u heeft toch gezegd, het was erg veel, hè, voor een woningcorporatie als WSG. Had WSG nou die grondpositie onder controle? Was dat nou een verstandige investering geweest? Dat zijn twee vragen. Ja. De eerste, was het een verstandige investering geweest? Wij hebben in de zomer van 2011, voor de jaarrekening 2010, een taxateur taxaties laten maken van alle grondposities. En die kwam niet tot de conclusie dat elke locatie tot een ontwikkeling zou kunnen komen. Nee. Dus dat heeft geleid tot forse afwaarderingen. Ja. Nou ben ik uw tweede vraag kwijt. Of ze het onder controle hadden, die grondpositie? WSG was is een kleine corporatie met een klein werkapparaat. Ja. Waar eigenlijk niet de kennis en kunde aanwezig was om die gronden te kopen, de uitontwikkeling te doen, de risico's te managen. En noemt u maar op. Ja, en u noemde als verliezen zeg maar, het afwaarderen van de gronden. Kunnen we als verliezen ook zien zeg maar, de betaalde rente en ook de misgelopen rente? Want als je het cash betaalt van je eigen rekening, dan loop je natuurlijk rente mis. Zeker. Ja. Ja. Okay. Ja. Het kost een hoop geld. Ja. Na u kwam meneer Erens bij WSG. Nee. Gelijktijdig. Meneer Erens is een maand toezichthouder geweest namens de minister. Oh ja, dat was het. Die keek ook even hoe WSG nou opereerde in het veld, zeg maar, in Brabant, hoe dat daar ging. Ja. En zijn conclusie was dat WSG opbood tegen andere corporaties om toch maar die grond in bezit te krijgen. Herkent u dat beeld? Dat beeld herken ik. Dat heb ik ook van vele corporaties, maar ook van marktpartijen gehoord. En
Wat doet dat, zeg maar? Wat betekent dat dan als een corporatie gaat overbieden? Dat die meer geld betaalt voor een locatie of voor een project. Ja. Dan wat een andere corporatie of een marktpartij denkt haalbaar te kunnen maken. En als ik u dan zeg dat ik dat verspilling van maatschappelijk kapitaal vind, vindt u dat dan ook? Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt en dan maakt hij altijd nette berekeningen. En als je dacht van dit is onverstandig, dan doe je het niet. Nee, en dat was ook in dit geval zo. We hebben grondexploitaties gemaakt van veel locaties en de conclusie was daar is te veel voor betaald. Nou, WSG was wel bijzonder in de wereld van de woningcorporaties, want naast die grondaankopen hielden zij zich ook in belangrijke mate bezig met woonzorgcomplexen. Wat is uw mening daarover, dat een woningcorporatie dat soort zaken op zich neemt? Nou, het is heel lang heel gebruikelijk geweest dat een woningcorporatie, ja. Zeker in de langdurige intensieve zorg, waar woningen, aangepaste woningen nodig zijn, die woningen ontwikkelde. Of in eigendom nam. En de zorg werd verleend door andere organisaties. Met de scheiding van wonen en zorg is dat natuurlijk veranderd. Zijn de financiële mogelijkheden ingrijpend gewijzigd. Ja. Maar hoe je het ook bent of keert, er is door WSG en ook onder leiding van Span zijn indrukwekkende woonzorgcomplexen neergezet. Ja. Waar heel veel mensen met erg veel plezier ook vandaag de dag nog wonen. Ja. En die horen ook tot de doelgroep van de woningcorporatie. Ja, als de bijpassende huren zijn, dus tot aan wat de liberalisatiegrens wordt genoemd, dus het maximum van de sociale huur, wat het in overgrote meerderheid was. Ja. Ja, kunt u iets over de kwantiteit van die woonzorgcomplexen zeggen? Omdat het erop lijkt dat WSG wel erg veel van die complexen had in verhouding tot andere woningcorporaties. WSG heeft op een gegeven moment een strategie, heb ik gelezen en gehoord, ingeslagen. Gekozen voor het juist op dit punt zich onderscheiden van andere woningcorporaties. Ja. En om die reden ging men ook naar zoveel andere gemeenten in Midden- en West-Brabant. En wat was de drive erachter? Zich onderscheiden van? Ik weet geen andere. Nee, omdat boze tongen ook wel beweren dat het makkelijk geld verdienen was. Omdat die woonzorg in die tijd, in 2015 wordt het anders, maar in die tijd was het allemaal gegarandeerd huur, flinke huur. Je bedoelt de uitkering uit het AWBZ? Ja. Dat is juist. Ze zijn ook fors gedimensioneerd. Ze zijn grote complexen. En daar is rekening gehouden met de ruime middelen uit de AWBZ. Dat klopt. Okay. Nou, we weten dus dat WSG meer woonzorgcomplexen had dan de gemiddelde woningcorporatie. In 2011 zou er een besluit worden genomen. Nu weten wij dat vanaf 2015 alleen maar de huisvestingslasten nog worden betaald en die andere zaken niet. Wat voor risico's liep WSG daarmee door toch die kant op te gaan, door zich daarin te specialiseren? Nou, toen men begon met die woonzorgcomplexen was nog niet helder hoe dat precies zou gaan lopen met scheiding van wonen en zorg. Dus op dat moment was de enige werkelijkheid was de AWBZ. In de loop van de jaren werd duidelijk dat de geldstromen geringer zouden worden. En toen we in 2011 een jaarrekening over 2010 moesten maken, was wel duidelijk dat de inkomsten echt ingrijpend minder zouden worden. Ja. En hebben ze moeten afwaarderen. Ja, dat heeft u ook gedaan, hè? Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we ook gelezen. Ja. Goed, nou, WSG heeft wel aanzienlijke risico's genomen. U noemde wel dat geld dat cash betaald is. Maar er is ook heel veel geleend, 750 miljoen geborgd geld. En uiteindelijk kon WSG de rente en de aflossing niet meer betalen. En toen heeft u ook aan Deloitte, ook de huisaccountant, opdracht gegeven voor een onderzoek naar de rol van het waarborgfonds. Kunt u daar iets over zeggen? Deloitte heeft, voor zover ik mij kan herinneren, heeft zelf het initiatief genomen, het onderzoek. Die hebben... Ik kan mij niet herinneren dat wij Deloitte de vraag hebben gesteld om een onderzoek te doen. Maar zij hebben zelf gezegd, ja, we willen ook weten wat er allemaal gebeurd is. Want wij zijn jarenlang accountant geweest. Dus we brengen het in kaart. En in rekening? Ik kan me niet herinneren dat ik daar een rekening voor betaald heb. Wat waren nou de uitkomsten van het rapport van Deloitte? Dat er jarenlang... ruim geld beschikbaar was gesteld aan WSG.
En dat niet altijd als je achteraf het bekeek. Want dat was natuurlijk wel allemaal van achteraf kijken. Dat niet allemaal was bestemd of besteed aan waar het voor bestemd was. Nee. En wat dacht u toen? Dacht u van, ze geven dat geld, ze borgen dat geld. Heeft het WSW daar dan een taak in om dat wel te controleren? Of? Nou, normaal gesproken, als je geld leent bij een bank in die omvang, dan vraagt de bank, houdt u mij op de hoogte van wat daar mee gebeurt. En dan moet je elk half jaar of elk kwartaal even langskomen om te laten zien. Dat gebeurde niet. Nou, het is wel interessant dat u zegt, ik heb denk ik niet die opdracht gegeven, want ik wil eigenlijk weten wie dan de eigenaar van het rapport was, als Deloitte dat mogelijk zelf heeft gedaan op eigen initiatief, dat onderzoek. Wie was de eigenaar volgens u van het rapport? In mijn beleving was dat Deloitte. Okay. Nou werd het wel met u gedeeld, hè? Want u had er natuurlijk ook belang bij om te weten hoe dat allemaal gelopen was, zeker voor uw tijd. Is het nou ook nog met andere instanties gedeeld? Met het Waarborgfonds zelf of met het ministerie of... Ik kan me niet meer herinneren of we het aan het Waarborgfonds beschikbaar hebben gesteld. Maar ik weet wel dat we het beschikbaar hebben gesteld aan het Centraal Fonds. En dat zal ook wel aan het ministerie geweest zijn. Maar ik kan mij niet meer herinneren wanneer dat zou kunnen zijn. Nee. Ik vraag het ook omdat u nog een keer een onderhoud heeft gehad van de post. Hè? Dat was op 13 oktober 2011, voor zover wij dat konden nagaan. Is toen wel de inhoud van het rapport met hem besproken? Ja, ik heb toen de volledige stand van zaken besproken van de post. Dus daar zal dat ook aan de orde geweest zijn. Ja. Okay, nou, wij hebben ook mails gevonden bij het ministerie en bij het Centraal Fonds. En daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat u hem dat rapport heeft gegeven. Maar dat weet u niet. Ik heb geen actief geheugen daarin. Maar het lijkt wel logisch gezien de nauwe samenwerking die we toen hadden met Binnenlandse Zaken en met het Centraal Fonds. Okay. Het gaat over het Waarborgfonds. Het gaat over WSG. De rol van de accountant speelt natuurlijk misschien ook wel een rol. Die hadden misschien ook kritisch moeten zijn. Wat is nou de reden dat u het rapport wel aan het Centraal Fonds, het ministerie, heeft gegeven? Nou, het ministerie als toezichthouder nauw betrokken ook bij wat we deden. Ja. Het Centraal Fonds als officiële toezichthouder. Het Centraal Fonds was eigenlijk voordat ik bij WSG aantrad... Al nauw betrokken bij wat de oplossingsmogelijkheden zouden kunnen zijn van het Centraal Fonds, van WSG. En heeft ook langdurig samengewerkt om tot een oplossing te kunnen komen. Ja. Nou, heeft u wel met meneer Van der Posten over gesproken? Is er ook nog wel met het Centraal Fonds over dit rapport gesproken? Over nou, dat neem ik aan, maar we hadden zo frequent contact met het Centraal Fonds. Dat was meerdere keren per week. Dus dat zal vast het geval geweest zijn. Okay. Ik wil u nog een mooie metafoor voorhouden, dat is altijd wel leuk. Een nauw betrokken medewerker van het Centraal Fonds, die spreekt in de mail over WSG. Het beeld van vol tanken en de kat op het spek binden. Ja, wat wil je anders met 500 miljoen die in je zak aan het branden is? Over WSG. Herkent u dat beeld? Nou, dat veronderstelt dat er misschien wel kwade opzet zat. Dat weet ik niet of dat het geval was, maar... Er waren zeer ruime financiële middelen beschikbaar. En wat ik u al zei, er werd niet altijd gecontroleerd waar het geld aan uitgegeven werd. En ik heb gezien dat middelen die in 2006, 2007 beschikbaar zijn gesteld, 200 miljoen, met een lijst van projecten daarachter, dat het geld niet aan die projecten is besteed, maar dat het vooral besteed is aan de aankoop van grond. Ja. Wat vond u daarvan? Had u daar begrip voor de manier waarop het Waarborgfonds opereerde? Of... Vindt u dat ze wel hadden moeten controleren of kijkt u er anders tegenaan? Ja, dat is een mening met de kennis van vandaag. Ja, maar we zijn ook op zoek naar meningen. Ja, dat begrijp ik. Dat mag ook. Ik vind dat het WSW had moeten controleren waar het geld aan uitgegeven werd. Bij een corporatie van die omvang en die professionaliteit. Nou, een andere speler in het veld is het Centraal Fonds, hè, de financiële toezichthouder. En die hebben een aantal keren de risico's bij WSG gesignaleerd. Dat begon eigenlijk al in 2006, is doorgelopen tot 2009. En iedere keer hebben ze gezegd, nou ja, op basis van het vaste onderzoek wat wij doen bij woningcorporaties, kunnen wij geen positief oordeel geven. Toen is er een nader onderzoek geweest en daar heeft de directie van WSG uitleg kunnen geven, of de controller, of maar in ieder geval namens de directie. En toen heeft het Centraal Fonds dat oordeel bijgesteld, alsnog een positief oordeel gegeven, maar wel met de waarschuwing, let op,
er zijn enorme risico's met die grondaankopen. En met jullie ideeën en de exploitatie van het zorgvastgoed, dat is ook tricky. En de vraag is, wat u vindt dat die oordelen toch steeds zijn bijgesteld? Nou, ik heb het ook gehoord. Ja. Zowel van de kant van WSG als van de kant van het Centraal Fonds. Ik heb ook wel eens gezegd, goh, waarom... ook als het Centraal Fonds gevraagd, waarom hebben jullie je poot niet stijf gehouden, om maar zo te zeggen? Ja. Nou, dan vond men dat er toch uiteindelijk zwaarwegende argumenten waren om het niet te doen. Dus om het oordeel aan te passen. Wat waren dan die zwaarwegende argumenten? Ja, ik ben daar niet bij geweest. Nee, maar het kon zijn dat in het gesprek aan de orde is gekomen. Of dat u dat had gevraagd. Er werd ze verteld van dat zijn de projecten die we aan het doen zijn. Dat zijn de kansen, dat zijn de mogelijkheden. Dus er werd een heel vertrouwwekkend perspectief geformuleerd. Ja. Maar nogmaals, ik ben er niet bij geweest. Nee. En over het Waarborgfonds zei u, ze hebben dat niet gecontroleerd. Dat hadden ze misschien beter wel kunnen doen. Hoe kijkt u dat tegen het Centraal Fonds aan? Hadden die dat ook moeten controleren? Was dat hun taak om te kijken waar dat geld heen ging en of dat zinvolle en realistische investeringen waren? Het Centraal Fonds heeft een beoordelingsmodel wat een heel ingewikkeld spreadsheet is. Waarin alle parameters van alle financiële gegevens van het Centraal Fonds, van WSG werden ingestopt. Maar misschien dat het niet helemaal toepasselijk is in een situatie waarin er 205 hectare, zoals u net zelf zei, ja, grond aanwezig is, wat elk jaar geld kost en geen geld oplevert. Ja. Dan gaan misschien je berekeningen mis. Dat is de enige verklaring die ik voor mezelf heb kunnen vinden. Maar hadden ze dat dan wel moeten doen? Hadden ze wel het veld in moeten gaan? Als je had geweten dat er iets mis was en je dus niet had laten overtuigen, ja, dan denk ik dat je het veld in gegaan was. Maar goed, tot drie keer toe is er gezegd, we doen een nader onderzoek. Ja. Ja. En tot drie keer toe wordt het goedgekeurd. Ik heb het ook gehoord. Ja. Ik kan uw vraag helaas niet beantwoorden. Nee. Ik stel me die vraag ook nog wel eens. Oké. Okay. Nou, over het veld ingaan hebben wij gemerkt dat in 2011 een medewerker van de financiële toezichthouder langdurig aanwezig is geweest bij een vergadering van de Raad van Toezicht. Is dat normaal? Dat is niet normaal, maar de situatie was natuurlijk ook bijzonder abnormaal. Dus er was een abnormale situatie rondom WSG. Het ging ook over onderwerpen die normaal gesproken in de Raad van Toezicht niet aan de orde komen, omdat het zo'n bijzondere situatie was. Ja, want brengt dat dan de onafhankelijke positie van het Centraal Fonds in het geding, als je daar bij zo'n vergadering aanwezig bent? Ik heb gemerkt dat het Centraal Fonds elke keer zich goed realiseerde wat de positie was en welke positie ze innamen. En dat ze dat in huis goed met elkaar afstemden. En zich niet lieten meeleiden in de eerste gedachten of de stappen die wij zeiden hadden, maar ook onze spiegel voorhielden van, kijk nog eens even zus of kijk nog eens even zo, want dat kan ook de werkelijkheid zijn. Ja. En dat heeft ons ook geholpen om een heleboel dingen scherper te krijgen. Want het was soms wel een zoektocht. Ja. Nou komt u ook uit de wereld van de woningbouw en dat brengt me eigenlijk op de volgende vraag. Of de systematiek van een financieel toezichthouder toegesneden is op woningcorporaties met ambitieuze grootschalige nieuwbouwplannen, zoals WSG in dit geval. Want u had het over die spreadsheet en bepaalde systematiek, maar is die systematiek dan toegesneden op dit soort manieren van werken? Als je een corporatie hebt die een klein beetje ontwikkelde, vooral woning in beheer en exploitatie heeft, dan kun je het prima doen volgens de parameters van het Centraal Fonds. Maar als je 205 hectare grond hebt, dan moet je begrijpen hoe dat werkt. Dan moet je echt daarop elke half jaar, welk jaar, ingrijpend discussiëren. Zou er meer bovenop moeten zitten, meer maatwerk van moeten maken? Ja, daar moet je echt maatwerk van maken. Okay. Kijk even naar mijn collega Hartje of die nog vragen heeft. Ja, ik wil het met u hebben, meneer Reiger, ook over de interne toezichthouder. Wat was uw beeld van de Raad van Toezicht bij WSG toen u daar binnenkwam? Dat waren heren die al heel lang met WSG waren verbonden. Sommigen al meer dan 20 jaar. Een grote betrokkenheid hadden bij WSG. En gewend waren om met elkaar de zaken te regelen.
Dus onderling, binnen de raad en met de bestuurder. Okay. En de samenstelling van de Raad van Toezicht is veranderd nadat u daar binnen bent gekomen? Dat klopt. Kunt u dat toelichten? Er waren 3 leden van de Raad van Toezicht die werkten bij zorginstellingen, dan wel daarbij betrokken waren. Zorginstellingen waarmee WSG langjarige huurcontracten had en niet één, maar meerdere. En soms zelfs ook vastgoedtransacties deed. Mm-hmm. Zelfs ontwikkelde voor die zorginstelling. En het klinkt als belangenverstrengeling, als ik het zo hoor. De eerste keer dat ik in de Raad van Commissaris of Raad van Toezicht een besluit had wat een van die zorginstellingen aanging, heb ik ook voorgesteld dat de betreffende persoon niet aanwezig zou zijn bij de besluitvorming. Dat leek mij verstandig. Maar voor uw komst was er dus wel sprake van mensen die in de Raad van Toezicht zaten, die tegelijkertijd ook vanuit een andere hoedanigheid zaken deden met WSG. Ja, dat klopt. Wat vindt u daarvan? Ik zou het niet doen. Ik ben erg voor scheiding van verantwoordelijkheden en verplichtingen. Uiteindelijk is de heer Span ontslagen door de Raad van Toezicht in 2011. Maar hij is wel in goed overleg opgestapt met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. En deze overeenkomst die maakt het erg moeilijk voor WSG om de heer Span juridisch aansprakelijk te stellen, omdat er ook finale kwijting is verleend. Er is ook een rechtszaak geweest in 2013... waarbij WSG een schadevergoeding van 9 miljoen, ruim 9 miljoen, heeft ingediend tegen de heer Span. En de heer Span heeft op zijn beurt een betalingsvordering gedaan ten aanzien van zijn loon en pensioen. Uiteindelijk heeft de rechtbank de heer Span in het gelijk gesteld en WSG veroordeeld om 3 ton te betalen. Mijn eerste vraag is, wat is uw rol geweest bij de opstelling van die vaststellingsovereenkomst? De Raad van Commissarissen stelde dus op standpunt, wij hebben heel lang, 17 jaar, met Span samengewerkt. Wij willen dat op een goede manier afwikkelen. En de Raad van Commissarissen heeft dat samen met een door hen aangetrokken juridische adviseur ook zelf gedaan. Ik heb op een enkel punt nog advies gegeven. En dat is ook overgenomen. Maar uiteindelijk heeft de Raad van Toezicht zelf besloten om de stappen te zetten die gezet zijn. Ik had daar weinig invloed op. Maar u bent er wel enigszins bij betrokken geweest, begrijp ik. Ik heb een aantal keren gesprekken gehad. En ik kan me herinneren dat op een bepaalde vrijdagavond om 19:30... ik tegen de Raad van Toezicht heb gezegd, het is jullie verantwoordelijkheid. Dat geeft aan dat ik op dat moment mijn argumenten voldoende had gewisseld. Hm. En het de verantwoordelijkheid was van de Raad van Toezicht. Maar was het verstandig om met zo'n vaststellingsovereenkomst te komen? Ja, bedoel ik mee, gezien het tijdpad? Achteraf gezien zou je het geloof ik niet doen. Maar op het moment zelf was het voor de Raad van Toezicht wel degelijk iets wat ze graag wilden. Maar er liepen ook onderzoeken. Onderzoeken van PricewaterhouseCoopers bijvoorbeeld, die in opdracht van u gestart zijn. Is het niet verstandig om dat soort onderzoeken eerst af te wachten voordat zo'n finale kwijting in zo'n overeenkomst met de directeur-bestuurder wordt gesloten? Daar hebben we waarschijnlijk over gesproken toen we daar op de vrijdagavond om 19:30 nog steeds zaten. Waarschijnlijk, daar is dus over gesproken met u. Over gesproken, ja. Maar de conclusie is, die onderzoeken lopen, maar wij gaan wel alvast een finale kwijting en een overeenkomst. De wilden op een nette manier afscheid van elkaar nemen. Zo hebben ze dat is toch gek, dat je dan niet eerst die onderzoeken afwacht? Uiteindelijk is het de bevoegdheid van de Raad van Toezicht om daar een standpunt over in te nemen. Ik probeer te begrijpen waarom de Raad van Toezicht toch die overeenkomst een finale kwijting wil geven, terwijl er nog onderzoeken lopen. Nou, ik probeer dat te begrijpen. Misschien U heeft zelf gezegd, ze hebben 17 jaar intensief met elkaar samengewerkt. En men vond dat men die goede samenwerking op die manier wilde afsluiten. En u vindt het ook verstandig dat ze dat zo op die manier hebben gedaan, terwijl er nog onderzoeken liepen? Ik ben de aanleiding geweest dat die onderzoeken van PwC zijn gestart. Precies. En heeft u toen niet geadviseerd aan de Raad van Toezicht om te wachten met zo'n overeenkomst Natuurlijk. Tot dat? En Natuurlijk. Wat was het antwoord? Men wilde het, zoals ik net zei, afsluiten op zo snel mogelijk, op zo kort mogelijk termijn. Oké, dus ze hebben niks met uw advies gedaan. Ze wilden toch gewoon die op overeenkomst. Op dit punt niet, nee. Maar dat is, ja.
goed recht van de Raad van Toezicht. Okay. Het was ook een advies van het Centraal Fonds om die onderzoeken af te wachten, klopt dat? We hebben er met het Centraal Fonds over gesproken. Ik kan mij niet meer precies herinneren of zij dit zo expliciet hebben gezegd. Ik haal dat uit het feit dat uit ons onderzoek blijkt dat de rechtbank in haar vonnis ook stelt dat het Centraal Fonds, de financiële toezichthouder, heeft geadviseerd om te wachten met zo'n overeenkomst totdat die onderzoeken van PwC waren afgerond. Dan zal dat het geval zijn. Ja. En toch is ik kan er niet, ik heb er geen herinnering meer aan, maar... Maar dus ondanks ook het advies van het Centraal Fonds, dus naast uw eigen advies als interim bestuurder, was er ook nog een advies van het Centraal Fonds om te wachten met zo'n overeenkomst. En ook dat is door de Raad van Toezicht opzij gelegd. Ja. Oké. Okay. Dus het is een bewuste keuze geweest van de Raad van Toezicht om absoluut meteen zo'n overeenkomst met de heer Spant te sluiten. Absoluut. Is dat verstandig? Nou ja, u geeft aan dat u er twijfels bij heeft. Ja, het wordt en verstandig. Ik heb aangegeven dat ik, iets anders geadviseerd heb. Ja, dat ja. Doe je niet omdat je denkt dat het verstandig is om het te doen. Verstandig koppel ik aan het belang van WSG als corporatie. Voordat je de directeur zo'n overeenkomst geeft. Dat je echt zeker weet dat alles juist onderzocht is. En, ja. Okay, dat bent u wel met mij eens. Ja. Onderdeel van de aangifte van 2013, die WSG notabene zelf dus indient, zijn ook de zogenaamde ABC-transacties. Daar heb ik het eerder vanochtend ook met de heer Span over gehad. Zijn dit soort transacties nou gebruikelijk in de corporatiesector? Nou, ze zijn in de vastgoedsector in het algemeen niet ongebruikelijk. Maar de heer Span had het erover dat ze 1000 keer per dag voorkwamen in de corporatiesector. Ze gebeuren veel, ja. In de corporatiesector? In de corporatiesector en daarbuiten. En is het passend naar uw mening dat een woningcorporatie dit soort transacties sluit? Dat hangt ervan af of je inzicht hebt in hoe de prijsontwikkeling is van A naar B en van B naar C. Kunt u dat toelichten? Als er een tussenpersoon bij zit, inzit die grond koopt bijvoorbeeld van een boer en daar een dubbeltje per vierkante meter opzet, dan is het niet onlogisch dat je dat met elkaar bespreekt. De boer is A, de tussenpersoon is B. De tussenpersoon zet een dubbeltje op de prijs die hij per vierkante meter betaalt aan de boer. En dat is zijn courtage, zijn beloning voor de inspanning die hij heeft gedaan om die boer die grond te laten verkopen. Aan C, de betreffende corporatie. Dat kan als je die courtage afspraak gemaakt hebt. Het is niet onlogisch dat een makelaar of een tussenpersoon een bemiddelingsfee krijgt. Maar je moet wel expliciet zijn. Mm-hmm. En als ik u vraag met de kennis die u heeft van de corporatiesector... Zijn dat de soort transacties die plaatsvonden? Ja, maar ook andere transacties waarin het niet zo transparant was. Okay. Maar waar dus wel fees? Ja, waar fees of andere kosten werden meegenomen. Okay. En wat vindt u van de ABC-transacties van WSG zelf specifiek? Nou ja, we hebben een aantal transacties gehad waar wij vraagtekens bij hadden. En dat is de reden waarom wij dat ook zo verwoord hebben richting rechtbank. En kunt u toelichten een paar transacties waar wij vraagtekens bij hadden? Er was een locatie waar grond werd gekocht, waar een groot bedrag zat tussen, waar we later achter kwamen, de koopsom van de waarvoor de boer het verkocht had en de koopsom waarvoor WSG het kocht. Een zo groot bedrag dat wij niet begrepen wat daar nou de herverkomst van was, want het was meer dan wat je redelijk zou kunnen noemen. Okay. Terug naar de Raad van Toezicht van WSG. Want in mei 2011 vertrekken er 3 commissarissen. Dat gaf u ook net aan. En op de achtergrond, na ons onderzoek is gebleken dat het Centraal Fonds, Financiële Toezichthouder en het Waarborgfonds daartoe druk hebben uitgeoefend. Wat was uw rol bij het vertrek van die commissarissen? Ik kreeg het verzoek of ik een gesprek kon hebben bij het ministerie. Mm-hmm. Om mijn eerste bevindingen bij WSG te vertellen. En inmiddels was wel duidelijk dat er vanuit het ministerie grote vraagtekens werd gezet bij de, u noemde het, belangenverstrengeling van de, of binnen de Raad van Toezicht. En toen zeiden ze tegen mij, Peter, wij vinden eigenlijk dat dat moet eindigen. Mm-hmm. Als het nou toeval wil dat ik morgenochtend met
het Centraal Fonds, morgen een gesprek heb met, samen met het Centraal Fonds, de heer Van den Molen, met een delegatie van de Raad van Toezicht. Wij brengen de boodschap over. Ja. En ik heb letterlijk de woorden van het ministerie uitgesproken. Het Centraal Fonds heeft op dat moment zwaar onderstreept. Ik gaf net aan, u noemt dat belang, dat ik dat belangenverstrengeling noem, maar u was het ook met mij eens dat speelde. Ja. En inderdaad, dat een aantal leden van de Raad van Toezicht behoorlijke zittingsduur hadden. U zei het ook al, sommigen wel meer dan 20 jaar. In uw opdracht is er dus ook dat onderzoek geweest van PwC. Het waren eigenlijk twee onderzoeken. Eén onderzoek naar het handelen van de Raad van Toezicht en een onderzoek naar het handelen van de directeur-bestuurder, de heer Span. Mijn eerste vraag is, wat is de reden geweest dat u die onderzoeken heeft gestart? Wat ik net aan uw collega vertelde, dat toen ik bij WSG kwam, ben ik aan de slag gegaan met het plan van aanpak. Ja. Daar kwamen we dingen tegen die ik niet helemaal begreep. Bleek ook dat er verplichtingen waren die niet bekend waren bij WSG. Ook niet in het plan van aanpak stonden. En als je op een gegeven moment een aantal van dat soort zaken hebt meegemaakt, en soms gebeurt het elke dag dat we iets horen, dan zeg ik, ik wil eigenlijk weten hoe het zit. En kijkend naar de structuur waarbinnen WSG opereerde, kreeg ik ook daar vraagtekens over. En toen heb ik de Raad van Toezicht gezegd, het lijkt me verstandig om daar een onafhankelijk onderzoek door te laten doen door een partij die daarin gespecialiseerd is. Wat waren de belangrijkste bevindingen, naar uw mening, uit die onderzoeken? Eigenlijk kwam men niet veel verder dan wat wij zelf al hadden ontdekt. Dat vond ik een beetje teleurstellend. Mm-hmm. Zowel wat betreft de positie van WSG in zijn netwerk als ten aanzien van Span. Wat bedoelt u met dat eerste, de positie van WSG in haar netwerk? Nou, er werd met een aantal partijen heel frequent samengewerkt. En dan krijg je vragen over prijsstelling. Zijn dat wel zakelijke afspraken? En als je dan een mailtje krijgt van iemand die je nog nooit ontmoet hebt, die zegt, nou, het was toch wel heel erg moeilijk samenwerken met WSG. Dan denk je, nou, daar is iets anders aan de hand. Dus ik wilde weten hoe het zat. Er bekropen me steeds meer gevoelens van, er is hier meer aan de hand en ik wil het graag geobjectiveerd hebben. Ja, en dat kwam dus ook terug in die onderzoeken? Er kwamen een aantal dingen uit terug, ja. Maar echt zeg maar, zaken waarvan ik dacht, nu hebben ze op één punt na, dat hebben ze echt toegevoegd, maar was het verder een bevestiging van wat wij zelf ook vonden. Mijn vraag was, wat waren de belangrijkste bevindingen? U heeft net eentje aangehaald, wat waren de andere belangrijke? Nou ja, er waren veel, het langjarig samenwerken met een aantal bedrijven in de omgeving van WSG. Maar ook de wijze waarop contracten werden gesloten en de ABC-transacties waar u het ook al over had, die kwamen ook allemaal weer naar boven. Toen ik u vroeg naar de ABC-transacties, toen hield u ook een verhaal van dat komt vaker voor in de corporatiesector. Maar als ik dat nu plaats tegen wat er uit dat onderzoek is gekomen over het feit dat die ABC-transacties en de manier waarop ze verliepen bij WSG, wat is uw reactie daarop? Was het gebruikelijk zoals het ging, zoals WSG dat deed? Nou, wat ik u al zei, we hebben een aantal situaties gevonden waar we vraagtekens hadden bij de opslag of de kosten die extra in rekening werden gebracht. Het is gebruikelijk dat je, als je een opslag, een tussenpersoon opslag doet, dan maak je daar afspraken over. Ja, maar nou, er waren dus ook bepaalde gevallen die in dat onderzoek ook naar voren kwamen bij WSG. Die ik niet kon benoemen. Okay. Nou, dat wil ik wel weten. Ik heb nog één vraag over de accountant. Want in de tijd dat u daar bent als interim bestuurder, vindt er een accountantswissel plaats, een accountantswissel binnen Deloitte, want die bleef dus wel de accountant leveren. Wat is de aanleiding geweest om die accountantswissel te laten plaatsvinden? Het is van voor mijn tijd gebeurd. Het is in rond de jaarwisseling 2010-2011 geweest. En ik heb mij laten vertellen dat Deloitte zelf ook ontevreden was over hun eigen optreden binnen WSG. Waarom? Wat mij is verteld, was dat ze het gevoel kregen dat ze niet precies meer wisten wat daar gebeurde. En dat ze dat wilden herstellen. En dat er daarom een andere partner
van Deloitte op WSG is gezet. Kunt u toch toelichten wat u bedoelt met wat u begrepen heeft uit ze wisten niet meer wat er gebeurde? Nou ja, de jaarrekening gaf niet altijd meer een heel goed beeld van wat er nou precies gebeurde bij WSG. En toen we dat met elkaar besproken had, bleek dat aanleiding te zijn om te zeggen, nou, hier moeten wij op gaan, hier moeten we actie gaan ondernemen. Collega Oskam. Ja, ik wilde toch nog even iets beeldender maken, meneer Ruighoek. Over die ABC-transacties hebben wij bijvoorbeeld één transactie gezien. Dat is een project aan de Schaapmanlaan, waarbij binnen 20 minuten €325.000 op de prijs kwam. Nou, dat moet natuurlijk van tevoren besproken worden. Dat moet notarieel worden vastgelegd. Dus mijn conclusie is dat het dan in scène is gezet. En de vraag is, wat vindt u van zo'n constructie? En wat vindt u dat een woningcorporatie daar aan meedoet? Nou, ik vind het allereerst wat een woningcorporatie zuinig op centen moet zijn. Ja. Want je zorgt voor huisvesting voor mensen met een smalle beurs. En dat moet je altijd in je vizier hebben. Dus ga zuinig om met de centen. Dat voorbeeld, dat ken ik. En ik heb geprobeerd te achterhalen wat de grond was om die €325.000 toe te voegen op de oorspronkelijke grondprijs. Moet u daar het antwoord op schuldig blijven. Soms, ik heb ook situaties gehad dat er al een zekere mate van ontwikkeling had plaatsgevonden. En dan had het een waarde, maar in dit geval niet. Nee. Dus ik moet u het antwoord schuldig blijven. Met u heb ik een vraagteken. Ja, ik wil het wel benoemen, ik vind het niet correct. Ja. Als ik een vraagteken heb, is het meestal omdat ik niet tevreden ben met het antwoord wat ik niet heb. Goed, zo leren wij u kennen. Vestia. Want op een gegeven moment gaat het slecht met de WSG en er worden allerlei scenario's bedacht om het op te lossen. En een van de ideeën is dat Vestia, grote landelijke corporatie, erin springt bij WSG. En mijn vraag is, heeft u zelf contacten met mensen van Vestia gehad? Ik ben gebeld door de heer Staal. Okay. Het initiatief kwam van hem? Ja. En heeft u toen ook gevraagd van, hoe kom je erbij om mij te bellen? Nee, want dat was wel duidelijk. Op eerste instantie op verzoek van het Centraal Fonds en later ook op aanvullend verzoek van het WSW hebben wij een viertal scenario's in beeld gebracht, ja, wat oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn voor WSG. En dat hebben we ook in de krant gezet, opdat wij andere corporaties konden uitnodigen, erop konden attenderen dat dit de lijn was die we gingen onderzoeken. Opdat ook corporaties die zeiden van, nou, weet je wat, ik heb financieel ruime middelen, ik spring collegiaal bij, daartoe als het ware uit te nodigen. Dat leidde tot een telefoontje van de heer Staal. Oké, maar u heeft niet tegen de heer Staal gezegd van, heb je het in de krant gelezen of hoe kom je? Nee, want ik had hem al heel lang niet gesproken. Lang niet gesproken? Ik had hem daarvoor al heel lang niet gesproken. Nee. Okay. En waren er andere mensen die tegen u hadden gezegd van, nou, ik kan wel een telefoontje van de heer Staal verwachten? Wist u dat hij ging bellen of niet? Nee. Dat was een verrassing ook voor u? Ik was verrast, ja. Oké. Nou, toen hebben er wel wat gesprekken plaatsgevonden. Hoe zijn die gesprekken, die onderhandelingen verlopen? Nou, de heer Staal heeft gezegd dat hij wat zijn plannen waren. Ja. Dat hij WSG als het 13e deelwoningbedrijf van, maar ik twijfel nu of het 13e of 12e was, maar in ieder geval een deelwoningbedrijf, ja, binnen Vestia zag. Voor Brabant, waar hij een deel van zijn andere portefeuille in Brabant ook nog aan kon toevoegen. Vervolgens hebben wij gesproken over een onderzoek dat hij wilde doen. En hebben wij een dossier samengesteld. En hebben mensen van hem en namens hem onderzoek gedaan bij WSG naar de boeken. En hij gaf aan, ik ga op een bepaald moment, en dan gaf ik een datum aan. Ik zeg, in september ga ik jullie een voorstel doen over de condities waaronder ik bereid ben om WSG over te nemen. Ja. En toen? In september waren de omstandigheden gewijzigd bij Vestia. En dus is er nooit meer. Verklaar u nader? Wij weten het natuurlijk wel, maar goed. Ja, toen was duidelijk dat er een derivatenprobleem ontstond. Een groot liquiditeitsverslag zou betekenen. Dus toen was er ook financieel geen ruimte om WSG over te nemen? Precies, om was geen financiële ruimte meer. Nou,
waren eigenlijk geen andere mogelijkheden. U heeft gezegd, er waren wel ook andere mogelijkheden die wij in kaart hebben gebracht. Maar uiteindelijk was de oplossing dat er saneringssteun zou moeten komen. Ja. Dat betekent eigenlijk dat een corporatie een bijdrage krijgt van het Centraal Fonds, de financieel toezichthouder, om haar problemen op te lossen. Maar dat wordt natuurlijk wel weer over de sector verdeeld. Of die betalen daaraan mee. Ja. En dat kan alleen maar als je niet meer kredietwaardig bent. En die beslissing is aan het Waarborgfonds. Hoe is dat nou bij het WSG verlopen, dat proces? We hebben, nadat we de jaarrekening 2010, in de zomer van 2011, hadden afgerond en die oplossingsrichtingen hadden geformuleerd, hebben we zelf onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Er is met een drietal corporaties gesproken over de mogelijkheid van een financiële vereniging, om te kijken of op die manier samen met WSG een aantal jaren verder kon worden gegaan om de posities af te bouwen. Dus met allerlei andere partijen gesproken. Er is ook een optie uitgewerkt. Onder welke condities zou WSG zelfstandig verder kunnen? We hebben ook gerekend wat zou het betekenen als je WSG zou opheffen. Dat zou een schrikbarend bedrag betekenen. En uiteindelijk hebben wij de resultaat van die zoektocht en alles wat we gedaan hebben gepresenteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, aan het Centraal Fonds en het WSW, in een aantal sessies, in november 2011. Het WSW had aangekondigd, ik ga mijn kredietwaardigheidsverklaring intrekken. Ja. En in het kader van wat in de tijd bij de bruteringsoperatie, sorry dat voor het woord, maar zo werd het genoemd, de afkoop van leningen en dergelijke bij corporaties. Is de afspraak gemaakt van, dat werd met een mooi woord, de naadloze aansluiting genoemd. Mm-hmm. Waar op het moment dat het Waarborgfonds van Sociale Woningbouw zegt, u bent niet meer kredietwaardig, want nee, u voldoet niet meer aan mijn criteria, het Centraal Fonds die saneringssteun gaat geven. Ja, en is het ook naadloos verlopen bij WSG? Nee, dat heeft nogal wat voet in aarde gehad. Ja. Oké. En weet u nog precies wanneer het Waarborgfonds dat rode stempel erop heeft gezet van niet kredietwaardig? Ik zeg uit mijn hoofd 30 november 2011. Toen hadden we ook een grote herfinanciering van de leningportefeuille van WSG kunnen realiseren. Waardoor die rentebetalingen waar u er straks al ook over had, 7 jaar naar achter waren geschoven. Dus dat gaf lucht, ja, als onderdeel van de oplossing. En toen is het Centraal Fonds in de positie van het WSW gestapt. Ja. Nou, we zullen straks nog even iets verder praten over die niet naadloze aansluiting. Op een gegeven moment gebeurt er ook iets met de Kamer en de minister. En eind 2012, dan wordt het een beetje, wordt de balans opgemaakt. En dan zegt de minister, er komt wel saneringssteun, maar in de orde van grootte van 0 euro. En was dat ook uw berekening, dat het op die manier opgelost kon worden? Dat was niet onze berekening. Nee, want wat was er volgens u nodig om het op te lossen? We hebben voorgesteld aan het Centraal Fonds, maar eerder ook al aan het ministerie, om de negatieve cashflow, dus het geld wat het WSG elk jaar tekort kwam, tussen de 15 en 20 miljoen, bij te leggen. Zodat de WSG de projecten die er zaten kon stopzetten, kon afwikkelen, kon verkopen, noemt u maar op. Wilde je dat doen, dan zat je rond de 100 miljoen die je nodig had. Voor een periode van 5 jaar. En hoe kan men nou op 0 euro komen dan? Heeft u zich dat afgevraagd? Heeft u dat wel eens op doorgevraagd? Wij hebben daar meerdere keren intensief met elkaar over gesproken, ja. Ja, maar en als ik zeg intensief, dan was het echt hoe kwamen stevig ze dan bij die 0 euro? Ja, men vond dat er een voorbeeld moest worden gesteld. Een kleine corporatie die zich overeten had met grond. Dat mag toch helemaal niet meer in de sector? Daar ben ik het nog mee eens ook, maar dat is een andere zaak. Maar er moest een voorbeeld gesteld worden en ze moeten het zelf maar oplossen. Maar is dan de conclusie dat men WSG failliet wilde laten gaan?
Dat kan niet volgens de regelgeving. Nee. Want dan kom je bij de naadloze aansluiting. Nou, u gaf al zelf aan dat hij was niet zo naadloos. Nee. Proeft u nou bij dat Centraal Fonds, want die moeten dan uiteindelijk ophoesten. Of die gaan daarover. Weerstand om saneringssteun uit te betalen? Ja, men vond dat WSG een voorbeeld was van hoe het niet moest. En dat, daar wilden ze ook een punt van maken. Maar is de oorzaak, is dat dan een reden om te zeggen, nou, we willen het eigenlijk liever niet? Ik bedoel, die dingen, die dat hebben we gezien, die gebeuren in de sector. Dan moet het opgelost worden, want de huurders die moeten daar blijven wonen. Wat voor andere smaken zijn er dan nog? Die vraag die hebben we ook gesteld. Ja. We hebben zelfs onderzocht of u surseance kon aanvragen. Dat was onder condities mogelijk en dan kreeg je een soort van overgangsperiode waarin je je verplichtingen even opzij kon schuiven. Maar iets anders konden wij niet bedenken. Nee. Nog heel even terugkomen op die naadloze aansluiting. Hè? Want voor de mensen thuis is het ook wel belangrijk om te weten. Als een corporatie in zwaar weer komt en nu het Waarborgfonds zegt, jullie zijn niet meer kredietwaardig. Dan komt zo'n corporatie eigenlijk in een probleem, want niemand wil meer geld lenen. Ze hebben enorme schulden. En dan is het Centraal Fonds degene die dan die saneringssteun geeft. En dat moet meteen op elkaar aansluiten om te zorgen dat die corporatie niet nog meer problemen krijgt. Dat zegt u heel goed. Ja. En waar wringt het nou precies in het geval van WSG? Waar is het nou misgegaan? Dat het Centraal Fonds, wat ik al zei, vond dat er een voorbeeld gesteld moest worden voor de sector. Ja. En men om die reden niet genegen was om die rol die in de naadloze aansluiting past, op zich te nemen. Ja, want u had eerst een plan bedacht, hè? Dat heeft u net gezegd, 100 miljoen. We hebben ook wel gehoord dat het 120 miljoen was. En daar is toen gezegd, nee, dat doen we niet. En pas later hebben ze toch die 117 miljoen betaald. Heeft het nou nog extra schade opgeleverd op het moment dat het Waarborgfonds zegt, niet kredietwaardig, en dat die saneringssteun is uitbetaald? Is doordat dat niet naadloos is aangesloten, is nou de corporatiesector nog extra schade toegebracht? Nee, dat geloof ik niet. Dat niet? Nee. Okay. Nee, want WSG is in dezelfde lijn doorgegaan met het managen van die projecten. En het heel erg kort op het geld zitten. Dus volgens mij is daar geen verdere schade te ontstaan. Wat u net zei, hè, dat het Centraal Fonds eigenlijk niet daarin mee wilde gaan bij zo'n WSG om een kleine corporatie die foutief heeft gehandeld om ze dan te redden. Dat is eigenlijk hetzelfde als uw plan. Hè? Dat u zei, doe het nou zo, want dan is het de beste oplossing met die 100 miljoen. Ja. Dan praten we over hetzelfde. Ja, dat is... Okay. Nou, u bent gebleven tot oktober 2012. Het bedrag is bekend, is 117 miljoen, is betaald in juni 2013. En dat ligt dus in de koers van wat u zelf al had berekend. Ja. Wat vond u ervan toen? Ik was heel blij. U dacht, ik had toch gelijk. Nou, ik ben nooit op zoek naar mijn gelijk. Nee. Maar ik was blij voor WSG. En ik was blij dat daarmee de continuïteit van het bieden van die sociale huisvesting in die omgeving was geborgd. Want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Ja. Je wilt altijd zorgen dat mensen die in die woningen wonen daar op een plezierige manier kunnen blijven wonen. Ja. En dat die bedragen zo dicht bij elkaar liggen, uw berekening en uiteindelijk de berekening van het Centraal Fonds. Is dat dan toeval of is het toch wel dat er dezelfde argumenten onder liggen? Nou, ik U heeft het niet meer gezien? Nee, want toen ik weggegaan ben bij WSG heb ik mij daar niet meer mee bemoeid. Nee, oké. Okay. Wat was nou uw rol als interim bestuurder toen u eind 2011 kwam, zeg maar, in dat saneringsproject? Wat had u nou zelf voor ogen dat u ging doen? Nou, toen ik in april, eind maart, begin april 2011 kwam, toen bestond niet het idee dat WSG een saneringscorporatie zou zijn. Nee. Maar al werkende weg bleek het daar wel heel erg snel naartoe te gaan. Ik vind het goed dat we verder gaan in de tijd. Dat we eind 2011 beginnen toen wel duidelijk werd dat het saneringstraject er moest komen. Dat dat de oplossing was. Daarna hebben wij een saneringsplan opgesteld.
Dus vanaf 1 december zijn wij actief aan de slag gegaan met saneringsplan te maken. Dat was in wezen het verder uitwerken van het plan van aanpak van 2010. Inclusief alle overleggen die daarbij horen. Dat heeft in een paar rondes met het Centraal Fonds is dat besproken. Ja. En uiteindelijk hebben wij september 2012 het definitieve saneringsplan, wat ook geaccepteerd werd door het Centraal Fonds, op tafel gelegd. Ja. U zei, er vonden diverse gesprekken plaats, lijkt me logisch. Dan zijn de spelers ministerie, Waarborgfonds, Centraal Fonds. Wat vond u van die verschillende partijen? Was er een goede samenwerking? Waren ze medewerkend? Of kunt u die rollen nog eens even belichten per partij? We hadden een werkgroep en een stuurgroep. Waarin alle drie de partijen vertegenwoordigd waren. En dat heb ik altijd als uitermate constructief ervaren. Waarbij het Centraal Fonds de belangrijkste rol had en het ministerie zijn eigen rol vanuit het ministerie vervulde. En het WSW vooral volgde, want die had op dat moment kredietwaardigheid ingetrokken en hadden dus eigenlijk even een wat mindere rol in het totale proces. Ja, dus hun taak was voorbij, zal ik maar zeggen. Ja, in de hoop dat het op een gegeven moment weer kan worden opgepakt, maar tot dat moment volgde het. Okay. En wat vond u nou van de rol van het bestuur van het Centraal Fonds? Want u had gezegd, nou, betaal nou die 100 miljoen, dan is het opgelost. Zei ze, doen we niet. Even later doen ze het wel. Wat vindt u daar nou van? Ik ben heel blij dat men uiteindelijk de beslissing heeft genomen die men heeft genomen. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Dan is blok 4. Meneer Ruigrok, u bent via het Centraal Fonds, de financiële toezichthouder, de heer Van der Molen, begin 2011 benaderd om een rol te spelen bij WSG. Kunt u vertellen hoe dat in zijn werk ging? Hij belde mij met de vraag, heb je tijd om op korte termijn bij een corporatie in Geertruidenberg aan de slag te gaan als adviseur van de bestuurder. U kende elkaar dus al, de heer Van der Molen en u? Ja, we kenden elkaar. Okay. En waarom belde hij u? Nou, ik had een keertje tegen hem gezegd, als je een keertje zoiets hebt, dan, je weet wat ik kan, dan moet je denken ze mij. Niet meer dan dat. Maar u was niet verbaasd dat u gebeld werd door de directeur van de toezichthouder? Dat vond u niet vreemd, dat was een normale gang van zaken. Het is een vraag, hoor. Normaal gesproken had ook de Raad van Commissarissen kunnen zijn. Mm-hmm. Maar in dit geval was het de directeur van het Centraal Fonds. Ja. Mm-hmm. Ik weet dat hij wel, ik hoorde wel zaken dat hij ook daarin actie ondernam. Nou, in dit geval gebeurde dat ook. En wat was de opdracht of de taak die hij aan u voorlegde toen, in het begin? Help WSG met het verkopen van gronden en projecten. Dat zou mijn opdracht zijn. Ik zou adviseur zijn aan de bestuurder. Oké. Okay. En dat werd na korte tijd iets meer dan dat? Dat kunt u zeggen. Kunt u dat toelichten hoe dat in zijn werking ging? En wanneer u te horen kreeg dat u meer moest gaan doen dan alleen maar advies geven? Ik had afspraken gemaakt met de Raad van Commissarissen over de voorwaarden waaronder ik dat zou gaan doen. En een week, anderhalve week later kreeg ik het bericht. Ja, wij hebben meneer Span geschorst en nu moet jij bestuurder worden. En toen was er een grote verwarring bij WSG, kan ik u zeggen. Dus ik was enigszins verrast dat mij die vraag werd gesteld. Zeiden ze, we kennen jou nu, we hebben vertrouwen in je, dus ga aan de slag. Er was grote verwarring bij WSG. Ik merk ook in het verhoor dat u behoorlijk netjes bent en voorzichtige woorden gebruikt. Ja, dat is mijn aard. Ja. En de verwarring bedoelt u mee, WSG had echt een probleem. De directeur WSG moest weg. Men wist echt niet waar men stond. Ja. Duidelijk was dat er een heel groot probleem was. En niemand had een beeld van hoe dat op te lossen. Kunt u ook vertellen wat de afspraken waren over uw beloning? Ik heb een afspraak gemaakt met de Raad van Commissarissen als adviseur voor een uurtarief van €275. Was dat gebruikelijk in de sector?
zowel de gang van zaken dat het met de Raad van Toezicht gebeurde en ook natuurlijk het bedrag? Ja, het bedrag is een bedrag wat je zakelijk met elkaar afspreekt. Ik ben zelfstandig en werk vanuit mijn eigen BV, dus ik had een zakelijke afspraak met ze gemaakt. Mm-hmm. Daar hebben we even over heen en weer gepraat. En dat zou het bedrag zijn wat ik zou kunnen declareren. En is er nog betrokkenheid geweest vanuit het Centraal Fonds, de toezichthouder of het ministerie, bij de afspraak over uw beloning? Nee, ik heb het Centraal Fonds achteraf geïnformeerd en die reageerde helder, prima. Niet meer dan dat. Dat was een bevestiging in ieder geval ook vanuit het Centraal Fonds. Ja. Oké. Okay. In de media is er ophef geweest over uw declaratie en dat u in 9 maanden in totaal bijna €500.000 heeft gekregen. Kunt u toelichten? Of in ieder geval kunt u erop reageren? Van die ophef die er in de media is geweest over uw beloning. Nou ja, het is natuurlijk een groot bedrag. Ik begrijp dat dat ook gevoelig ligt en dat het gevoelig blijft. Maar u zult ook begrijpen dat het geen klus van 9 tot 5 was. Het waren vaak heel veel uren en ik declareerde niet alle uren. En toen ik zag dat het zoveel tijd kostte, heb ik zelf het initiatief genomen om met de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen te spreken over verlaging van mijn uurtarief. En omdat wij dat ook wilden eiken, hebben we dat nog tegen de directeur van het Centraal Fonds aangehouden. En toen hebben we het naar €225 omlaag gebracht. En zijn argumentatie was, dat is ook het tarief wat een interim manager bij de Rijksoverheid kan declareren. En vanaf 1 december, toen was mijn contract afgelopen, en zei men, wij willen graag met je verder. Toen hebben we ons volledig conform de sectorbrede beloningscode van woningcorporaties gedragen. Hoe heeft u die commotie ervaren? Ik hoor uw antwoord, maar... Dat heeft me wel getroffen. Ik heb het gevoel dat ik, en niet alleen ik, maar ook anderen bijzonder hard hebben gewerkt om WSG enigszins op het spoor te krijgen. En er zit in ieder geval één mogelijke verwarring. Ik werk vanuit mijn eigen BV. Nou, dat betekent dat elk bedrag wat je declareert is inclusief BTW en alle premies, noemt u maar op. Dus het is geen salaris. Ik ga met u verder, meneer Rijgrok. Want een van de vragen die de commissie wil beantwoorden met deze enquête, dat is of die incidenten die in de corporatiesector voorkomen nou echt incidenten zijn of dat het tekortkomingen zijn in het stelsel. Laat ik beginnen met, wat zijn uw bevindingen in eerste instantie ten aanzien van WSG, de specifieke corporatie? Ik denk dat de situatie bij WSG, en er zijn er waarschijnlijk wel meer geweest, maar dat het bij WSG wel heel specifiek was. Door ambitie die men had, door het verhaal wat blijkbaar zeer geloofwaardig kon worden overgebracht, en waardoor er zeer ruime financiële middelen werden beschikbaar werden gesteld. Dus ik geloof dat WSG wel een uitzondering was. Maar als ik uw 3 punten beluister, ik zie ze ook terugkomen bij de andere incidenten die zich hebben voorgedaan in de sector, namelijk de ambitie van de bestuurder, een geloofwaardig verhaal wat ermee samenhangt van de plannen en ruime financiële middelen, of in ieder geval leningen die verstrekt worden. Maar u zegt het goed, het zijn incidenten. Mm-hmm. En gelukkig is bij het overgrote deel van de woningcorporaties is de zaak wel op orde en wordt integer gewerkt aan het leveren van die goede en betaalbare huisvesting. Dus het is toeval dat die incidenten hier en daar wel op elkaar lijken? Ja, je kunt kijken naar de sector waarin men actief is, mm-hmm, vastgoed in de brede zin van het woord. En het gebeurt bij woningcorporaties, maar het gebeurt ook wel eens buiten woningcorporaties en dan is het wel ongeveer vergelijkbaar. Het gaat altijd over geld, het gaat over ambitie. Het gaat ook over ego. Die dingen hangen altijd met elkaar samen. Okay. Maar zijn er ook zaken opgevallen? Pardon? Ga maar door. Ik wist even niet. Zijn er ook zaken opgevallen, ook kijkende naar WSG, wat u net ook aangeeft als antwoord, die toch raken aan het stelsel? Nou, we hebben het gehad over de naadloze aansluiting. Mm-hmm. En de discussie daaromheen. Naadloze aansluiting, Centraal Fonds, WSG, en de Borger. Juist, die was wel heel specifiek. Mm-hmm.
Er is al gezegd de wijze waarop het Waarborgfonds wel of niet controleerde de projecten of de doelen waar het geld aan werd uitgegeven. Mm-hmm. En het format, dus de wijze waarop het Centraal Fonds keek naar corporaties. Wat ik met uw collega Oskam net besprak over de spreadsheet. Dat die niet helemaal geschikt was voor corporaties met een hele grote grondportefeuille. Okay. Dus ja, daar zijn structurele dingen waar echt iets aan gedaan kan worden. Ja. En nog heel even de naadloze aansluiting. Nou, dat doelt u dus ook op toch enigszins het spanningsveld tussen de twee spelers als externe toezichthouder. Aan de ene kant Centraal Fonds en de Borger. Dat zegt u goed. Wilt u ons nog iets meegeven als commissie zijnde, als het gaat om de lering die u getrokken heeft vanuit uw betrokkenheid bij WSG? Het gaat niet alleen maar om de cijfertjes, het gaat ook om de cultuur in een organisatie. En vaak wordt dat wel de zachte kant genoemd, maar uiteindelijk is die veel maatgevender. Dus ik hoop dat we met elkaar in de sector daar ook afspraken kunnen maken hoe we dat borgen. Wat is de cultuur in een organisatie? Dat de eerste plaats. In de tweede plaats, ik hoop dat dat woningcorporaties een keertje uit het verdomme hoekje zitten waar ze nu in zitten. Want ze doen juist zo heel erg veel goede en belangrijke dingen voor de Nederlandse samenleving. Heel veel mensen wonen op een hele plezierige manier. En het geeft hen de mogelijkheid om zich goed te ontwikkelen. En ik hoop dat we dat met elkaar kunnen vasthouden in Nederland. Mijn laatste vraag is, er ook lering getrokken uit de casus van WSG als het gaat om het ministerie, het Centraal Fonds en het Waarborgfonds? Bij het Waarborgfonds is een organisatieonderdeel opgezet wat risicomanagement doet. En als ik zie hoe ze dat doen, dan is daar veel lering getrokken uit WSG. Ik heb van het Centraal Fonds op dit moment niet voldoende beeld, maar daar zijn ook andere plannen mee, heb ik begrepen. Bij het ministerie heeft men veel geleerd van de casus WSG. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Ruijgen, nog twee dingen wil ik even op terugkomen, wat we net hebben besproken. Een daarvan was dat rapport van Deloitte. Hè. U was begonnen bij WSG en toen is er een rapport uitgebracht door Deloitte. U zei ons dat Deloitte dat op eigen initiatief heeft gedaan, maar dat ze dat wel met u hebben gedeeld. We hebben hier een brief van 4 juli 2011 aan de Raad van Commissarissen en het bestuur van de stichting WSG, ter attentie van de heer PSM Ruighok, geachte Raad van Commissarissen, geacht bestuur. U heeft ons verzocht specifieke werkzaamheden. Ik wil even die brief aan u laten zien. Het is een conceptbrief, maar ik wil even van u weten of u hem heeft gekregen en of dat inderdaad de weg is zoals het toch is gegaan. Deze brief spreekt duidelijk uit dat ik de opdracht gegeven heb. Ik zei u net, ik weet niet meer precies wat het gegaan is. Nee. Dat is ook niet erg, maar ja. Omdat we dit vonden, dachten we... Ja. Fijn dat u me dit laat zien. Ja, oké, prima. Dan is het helder. Een ander punt wat de commissie onderzoekt, hè, want er zijn heel veel spelers aan bod geweest. Het bestuur, de Raad van Toezicht, het WSW, het Centraal Fonds, het ministerie. Maar de politiek speelt ook een rol. En wat er nu is gebeurd en wat ik u... En als het niet goed is, moet u mij maar corrigeren. Wat ik u hoor zeggen is, we hebben die 4 opties die we hadden bedacht om WSG te redden, die hebben we afgepeld. Dat is het niet geworden. En toen heb ik gezegd tegen het Centraal Fonds, het moet saneringssteun worden. Toen zeiden ze, nou, dat gaan we niet doen. Ze hebben ook uitgelegd waarom. Hè? Lesje leren is misschien een hard woord, maar ze zeiden van ja, wie rotzooi maakt, die moet dan maar even op de blaren zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. De toenmalige minister heeft in de Kamer tegen de woordvoerders wonen gezegd, we hebben het bekeken en de saneringssteun voor WSG zetten wij op nul. Als u dit zo hoort, is de Kamer dan niet op het verkeerde been gezet? De minister zal zich gebaseerd hebben op het standpunt van het Centraal Fonds en het bestuur van het Centraal Fonds. Ik ben daar geen onderdeel van geweest, ik heb het ook gehoord. Maar wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, ik begreep waar het vandaan kwam. En ik heb u gezegd wat ik
wat wij hebben besproken met het Centraal Fonds. Het is niet aan mij om daar een mening verder over te hebben. Dank meneer Oskam. Mevrouw Hasje, nog aanvullingen? Dan is het woord aan de heer Bashir. Meneer Ruigrok, we hebben vanochtend de heer Span hier gehad. En de heer Span stapelde risico op risico. Hij kocht koude grond op. En dit gebeurde terwijl het Waarborgfonds en het Centraal Fonds, de externe financiële toezichthouder, dit konden zien en dit konden zien gebeuren. Vervolgens bent u aangenomen. U bent aangenomen om puin te ruimen, maar daar zat wel een prijskaartje aan vast, namelijk €500.000 voor 9 maanden. U declareerde ongeveer €60.000 per maand. En mevrouw Lisbeth van Beek, de huidige directeur van WSG, is heel duidelijk geweest voor die risico's die de heer Span heeft genomen, maar ook voor het prijskaartje wat aan uw werkzaamheden zat. Daar zal uiteindelijk de huurder voor opdraaien. En mijn vraag aan u is, de heer Ruigrok, of u kunt begrijpen dat huurders, of althans sommige huurders die toch niet de grootste portemonnee hebben en ook niet de grootste schouders hebben, dat die best cynisch kunnen worden over de wijze waarop omgegaan is met maatschappelijk kapitaal. Geld wat ook door de huurders is bijgedragen. Die medaille kent twee kanten. Ja, het is een groot bedrag. Dat heb ik zojuist al gezegd en ik begrijp dat het een gevoelige kwestie blijft. De tweede kant is dat in de periode dat ik bij WSG actief ben geweest, we hebben kunnen voorkomen dat het debacle al veel groter werd. En de problemen voor de huurder in de vorm van huurverhogingen, geen onderhoud en andere zaken meer, ook nog groter werd. Dus ik denk, er zitten twee kanten aan die medaille. Maar neem niet weg, het is een groot bedrag. En ik begrijp dat het een gevoelige kwestie blijft. Dank, meneer Bashir. Meneer Ruigrok, we zijn aan het einde van het openbaar verhoor. Ik sluit de vergadering. Okay. Dank u wel.